doodoorzaak, dat is een schot. En het was van een politiewapen. Dus dat is een beetje vreemd hoe dat dan kan. Ja, ik heb hem neergeschoten. Ja, dat weet ik ook wel. Dat zeg ik toch. Ja, dat zei je inderdaad. Oh, maar godverdamme, hoe kun jij in deze werkomstandigheden werken, man? Het is echt... Dit is echt smerig. Nou, ja, de stank die valt wel mee. Ik vind dat bloed veel erger. Dat is smerig bloed. Oké, dus je kan niet tegen bloed of zo. De politie doet hun zaken niet goed. Bloed en zo, nee. De politie doet hun zaken niet goed. Maar ik kan echt niks doen als het politieonderzoek gesloten is. Ik kan niks doen. Ik ben maar een simpele lijkschouw. Ik ben een dokter. U gaat nu. Ik ga dit onderzoeken. Maar je moet nu echt weggaan voordat iemand het doorheeft. Laat maar wat informatie achter. Ik kom morgen terug. Oké, dat is helemaal goed. En ja? dan help ik u verder. Nou, de dagwerk zit er weer op. Eindelijk die lapjas lekker hier opgeruimd. Nou, even mijn computertje afsluiten. Zo, dat zit er weer op. Ik ben wel... ik ben blij dat die ene kerel niet langs is gekomen, want... dat was toch een gepikeerd ventje. Ik denk dat het niet helemaal goed bij hem zit in zijn hoofd. Een beetje rare verhalen. Ik bedoel, net alsof ik daar iets tegen kan beginnen. Nou, goed even afsluiten. Deur mooi op slot. Zo. Nou, ik ga lekker weer naar huis toe, want... Een lange dag geweest. Okay. Ja, hoi! Ja, ik heb op u gewacht. Heeft er al meer info over mijn Bertha? Nee. Ik ben bang dat ik... Kijken naar Bertha? Ja, dat is waar, maar het was een hele drukke dag vandaag en... Dan gaan we nu gewoon terug. Nee, dat kan niet. Ik ben al uitgeklokt. Dat kan niet meer. Dat valt op. U zei dat u zou helpen. Wat is dit? Ik had een hele drukke dag en er was veel werk en zo. U zou me helpen. Ja, nu naar binnen, onmiddellijk. Nee, dat kan niet, dat kan jij niet. Kan niet. Met je luie kop nu naar binnen. Dat gaat niet. Jawel. Dat gaat echt niet. U gaat nu naar binnen. Nee, dat gaat echt niet, dat kan niet. Nu naar binnen. Dat is te veel. Ai, nee. Rustig aan. Nu naar binnen. Dat valt te veel op. Ik kan echt niet naar binnen nu. Dat is veel te verdacht. En ik wil gewoon naar huis. Ik wil gewoon lekker eten. Wat ga jij dan doen? Jij hebt het beloofd, vriend. Jij hebt het beloofd. Ja, maar het kan ook niet meer. Het kan gewoon niet nu. Wij gaan Bertha helpen. Ik wil nu weten wat er gebeurd is met Bertha. En wij gaan onmiddellijk naar binnen om dat uit te zoeken. Dat gaat echt niet. Het is veel te verdacht als we nu naar binnen gaan. Dan gaan de camerabeelden en zo. En dan ze zien dat ik dan binnen ben gekomen na werktijden. En dat is heel verdacht. En dan krijgen we problemen. Wat ben je nu van plan? Wat ben je nu van plan? Nou ja, ik wilde dus eigenlijk lekker mijn eten koken en dan zo meteen mijn computer aangooien en dan wil ik lekker Ik ben dat dus niet van plan. Ik ben dat dus helemaal niet van plan. Ik ben hou je niet van om games. Voor te zorgen dat jij je aan je woord gaat houden. Tuurlijk. Maar het is anders, nu... want anders hè, anders jij vuile Augustus hè, anders ga ik er persoonlijk voor zorgen. Maakt me helemaal niet uit. Oh! Maakt me helemaal niet uit. Anders ga ik persoonlijk verzorgen dat jij je eraan gaat houden. Ik bedoel, een keukenmes is zo gevonden natuurlijk. Dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Dus? Wat ga je nu doen? Ik kan niet zoveel doen. Kijk, als de politie het onderzoek niet wil openen, dan kan ik er niet zo heel veel aan doen. Ik kan niet zomaar... Ik ben geen politieagent. Ik ben een simpele lijkschouw. Ik ben maar een dokter. Dat kan ik niet. Als ik, hè, als ik, een gewone man, een gewone burger, iemand zoals jij, zo tegen kan houden, dan kan jij wel degelijk dat soort dingen doen. En jij hebt volgens mij nog net iets meer macht dan ik. En samen kunnen we dit, ja? Dus jij gaat luisteren naar mij. Ik weet niet. Nu luisteren naar mij. Want
er zijn sommige littekens. Die kun je niet voor nee. blijven verschuilen. Het mag niet. En dan worden ze. Dan krijg ik problemen op mijn werk en dat kan toch niet zomaar doen. Dat kan het niet. Ja, dat maakt mij niet uit. Dat maakt mij niet uit. Wat wil je nou dat ik doe? Ze willen de zaak niet openen. Het bewijs was rond. Het was een zelfmoord. Oké. Ik weet het goed gemaakt. Als zij het niet willen doen, dan doen wij het samen. Maar... Nee. Ik wil het geen gemaakt. Zoals ik zeg, keukenmessen zo gevonden. Ja, hoe moet ik nou een zaak in mijn eentje doen? Zelfs als ik bewijs zou vinden, zelfs als ik iets op het spoor zou komen, ik kan toch niet achter misdadigers staan? Ik heb niet eens een dienstwapen! Dan zorg ik daar misschien nog wel voor. Nee, dan kom ik nog meer in de problemen! Nee, dat komt... Jij gaat mij helpen, vriend. En als jij mij niet gaat helpen, dan lig jij binnenkort daar zelf in. Nee, dat is niet nodig. Oké. Ik spreek jou nog wel. Ik help je. Ik help je, oké. Aan mijn rust. Oké. Hou je in smiezen. Vuile rotkop. Oké. Zou die weg zijn? volgens mij heb ik... een blauw oog. Hoop het niet, want dan zien ze niet morgen. Ik ga snel naar binnen toe. Nou, gelukkig is die man niet meer teruggekomen. Ik voel het nog wel. Ach, die klappen. Even nog lekker wat eten. En ik weet echt niet wat ik nu moet doen. Want als die weer terugkomt en hij zei dat hij me dan zelf op zo'n tafel zou laten eindigen. Ik wil niet dood. Ik wil nog helemaal niet dood. Ik heb nog zoveel te bereiken. Ik bedoel, ik ben een hartstikke goede baan nu. Ik moet er hier iets gaan doen, maar ik kan toch niet zomaar achter misdadigers aangaan. Ik weet hoe gevaarlijk het is. Ik weet wat af en toe met die agenten gebeurt. Dus laatst zijn er nog een paar beschoten en terroristen zijn er in de stad. Ik wil gewoon lekker een spelletje spelen. Ik wil gewoon lekker Star Wars Battlefront kunnen doen s'avonds. En andere spelletjes kunnen spelen. En gewoon niet aan deze dingen hoeven te denken, maar... Nu word ik bedreigd. Als ik al achter iemand aanga, ik kan me toch niet verdedigen. Ik heb geen dienstwapen, want ik heb mijn training nooit afgemaakt. Omdat er helemaal niks voor mij. Het enige wat ik zou kunnen gebruiken is die oude boog die ik van mijn oom heb gekregen vroeger. Dat hij zo gek was op jagen, maar dat is niks voor mij. Ik heb hem hier nog liggen, maar... Oké, hij is ook nog geladen. Oh nee. Daar zit er een gat in de muur. Oké, als ik die even in mijn tas stop. Ga ik maar ergens kijken of ik zo kan gaan oefenen of zo. Ik weet het ook niet meer. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik ben gewoon zo bang dat die man weer terugkomt. Die meneer, die Bram. En dat hij dan weer boos wordt. Ik moet gewoon een plekje zoeken. Waar kan ik dit ongezien oefenen? Waar kan je ongezien een boog gaan schieten in een stad als dit? Ik weet het allemaal niet meer. Ik wil gewoon terug naar huis kunnen gaan. Ik denk dat ik bijna bij dat bouwvalletje ben. Of de bouwplaats. Dat is de enige plaats die ik kan bedenken. Het is sowieso al donker. Het is laat. Het wordt steeds later. Het wordt steeds donkerder. Ik vind het helemaal niet fijn om hier buiten te zijn. Ik weet dat er terroristen aan de slag zijn in deze stad. En allemaal andere misdaden die zijn gepleegd. Ik bedoel, laatst heeft iemand zijn eigen dochter neergeschoten. Even kijken of er iemand loopt hier. Volgens mij niet. Ik ga hier naar binnen. Niemand die me ziet. Laat ik naar beneden gaan, want hier sta ik nog steeds redelijk open en bloot. Ik vind het een beetje eng. Misschien moet ik mijn kruisboog of een spijt pakken en een pijl erin doen. Even rondkijken hier. Ik vind het maar een enge bedoeling. Hier kan ik wel oefenen, denk ik. Misschien is het niet handig om hier open en bloot te gaan schieten, maar misschien moet ik het gewoon hier binnen doen. Kijken of ik die paal kan raken. 1, 2...
Oh, dat was mis volgens mij. Even kijken. Oh, oh. Hoe ga ik dit ooit doorkrijgen? Als ik dit al niet kan, dan kan ik een echt wapen. Nou, daarom ging die training ook altijd zo slecht. Daarom heb ik die training nooit afgemaakt. Oké, nog een keer. 1, 2. Was dat raak? Oh, hij is afgeketst. Oh, ik moet dit toch onder de knie krijgen. Al is het niet om achter die misdadigers aan te gaan. Dan is het wel om mezelf te kunnen verdedigen tegen die Bram als die... Ik wil er niet eens over praten. Oké. Okay. Denk aan mijn spelletje. Denk aan Chewie. Die heeft ook een kruisboog. Richt op de paal. Paal is een stormtrooper. Je kan dit. Kom op, Augustus. Je kan dit. Up. Volgens mij was die raak. Ja, was raak. Oh. Oké. Okay. Nog heel eventjes te oefenen dan, denk ik. Oh, het is hier wel heel donker. Oké, nog een keer. 1 en 2. Oeh. Volgens mij hoorde ik ook iets. Laat ik hier maar weer weggaan. Ik vind het hier veel te eng. En als ik hier gezien word, dan heb ik ook weer problemen. Want hoe ga ik dit verklaren? Ik werk wel bij de politie. Ik heb gewoon een goede baan. Oké, laat ik hier snel weggaan. Oké. Niks aan de hand. Ik ga gewoon deze kant op. Niks aan de hand.